Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik ga vandaag eens eventjes een vergelijkingsvideo maken tussen deze twee slimy producten. De ene is van dat scheetslijm en de andere is slimy mega elastic, dus dat is heel elastisch slijm. Het zijn twee verschillende soorten van hetzelfde merk en eigenlijk ook wel dezelfde kleur. Ik heb dat scheetslijm al eerder laten zien. Dat had ik toen laten zien met die grote paarse ballon. En nu haal ik hem even uit de verpakking. Je kunt trouwens ook nog die video bekijken met die grote paarse ballon, waar dit in zat als verrassing. En ik vind dit slimy slijm echt heel cool. Het is wel een van de coolste slijmsoorten die ik ken. Deze is echt al super elastisch, dus ook al is die andere elastisch genoemd, deze is ook al heel erg goed. Je kunt er allemaal leuke dingen mee doen. Dit is dus heel erg geschikt als een soort van antistressproduct. En je kunt er natuurlijk ook gewoon een beetje mee spelen. Je kunt er ook nog knoopjes in leggen. Dat is hartstikke leuk. Je moet er alleen wel op letten dat je het niet op de vloerbedekking legt of ergens anders waar stof op zit. Want anders dan wordt hij nogal vies en er komen er allemaal vlokjes op. Dit is dus dat scheetslijm van Slimy. En dat moet ik natuurlijk ook nog eventjes laten horen. Dit slijm kan scheetjes laten. Dat doet hij zo niet echt als je er gewoon mee kneedt, maar als je hem in de verpakking doet, dan ontstaan er van die kleine belletjes en die veroorzaken dan dat scheetgeluid. Het wordt in ieder geval niet saai. Dus dat was het dan over het scheetslijm. En nu gaan we even verder met dit spookje. Dit is de mega elastische. En deze is wel een beetje anders. Hij is wat taaier, niet zo vloeibaar. Maar qua kleur is die wel erg vergelijkbaar. Maakt toch ook een beetje van die geluidjes. Maar deze is toch wel wat taaier. En wat dikker. Deze kun je nog verder uitrekken. Hij is natuurlijk ook mega elastisch. Dat is niet voor niets. En misschien is dat ook wel een belangrijke eigenschap, dat je hem zo goed uit kunt trekken, dat hij een beetje taai is. Ook deze is hartstikke leuk om mee te spelen. En ik vraag me wel af wat jullie leuker vinden van dat slijm waar je van die scheetgeluidjes mee kunt maken. Of dit, waar je niet echt geluidjes mee kunt maken, maar waar je het gewoon heel erg ver kunt uitrekken en wat bijna werkt als een heel groot stuk kauwgom. Ik vind ze allebei erg cool, maar als ik er eentje moest kiezen, dan zou ik denk ik toch deze kiezen. Dat scheetslijm, die vind ik toch net iets cooler en die voelt toch net iets beter aan. Hij is wat zachter, voelt ook wat lichter, beetje vloeibaarder en nog glibberiger. Dus ik vind ze beide super cool, maar als ik dan toch eentje moet kiezen, dan zou ik deze nemen. Die heb je ook in verschillende kleuren. En ook die mega elastic, die heb je geloof ik ook nog in verschillende kleuren. Dat kun je nog wel bekijken. En dat was het dan over de vergelijkingsvideo. Jullie kunnen me laten weten in de reacties welke soort slijm jullie het beste vinden. In het algemeen of van deze twee. En misschien hebben jullie nog wel andere soorten slijm die ik nog helemaal niet ken. Laat me dat dan maar weten. Geef een duimpje omhoog. En als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je op het kanaal. Tot de volgende keer. Doei!